Had ik niet moeten doen. Ik besloot dat ik niet verliefd kon worden op vrouwen. Natuurlijk, net zoals heel veel mannen, last van een soort van bindingsangst of zo. Hallo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Een nieuwe afspeellijst en dat heet Dies Denkt. That's hot. En Jack huilt alweer. Oké. Ik ging net beginnen. Hij heeft echt serieus maar een half uur geslapen. Ik heb jullie een vraag gesteld op Instagram. Stel mij taboe doorbrekende vragen, levensverhalen. Ik ga jullie vertellen hoe ik daarover denk. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee. Ik heb net al eventjes de vragen zitten doornemen. Er zitten hele leuke tussen. Jullie kunnen het ook gewoon via een privéberichtje op Insta aan mij vragen. Ik deel trouwens geen namen. Dus als je een vraag naar mij wilt sturen of met een probleem zit die je aan mij wilt voorleggen, kan je het gewoon mailen. Gewoon via een berichtje sturen. Ik zal nergens je naam delen of wat dan ook. Een aantal vragen die meerdere keren zijn gesteld. Zowel over ongesteldheid en over de eerste keer seks na de bevalling. Serieus, man. Iedereen trouwens onder de, zou ik zeggen, 16 jaar video uit. Want het gaan dit soort onderwerpen ook worden. En trouwens, ongesteldheid, daar heb je wel wat eerder mee te maken. Laat ik die maar even eerst beantwoorden. Heel veel meiden die hebben dus blijkbaar heel erg behoefte aan om met iemand te praten over ongesteld zijn. Ik ben natuurlijk 33, dus ja, hè, ik had je moeder kunnen zijn misschien. Hoop het niet. In ieder geval, ik weet nog wel heel goed hoe het ging bij mij toen ik ongesteld was. Volgens mij was ik een jaar of 12, 13. En de meeste meiden uit mijn klas waren echt al rond hun 11e ongesteld. Ik liep toen een keer naar het zwembad. En toen zei een vriendin, ja, ik ga niet zwemmen, want ik ben al oh. Ik wist echt niet waar ze het over had. Dus ik zei, oh, wat is oh? Maar heel hard zei ik het. Zij zei, ongesteld. Oh, ongesteld. En voordat ik het wist, had ik gezegd, ik ook hoor. Had ik niet moeten doen. Ik was nog helemaal niet ongesteld, maar ik wilde er een soort van bij horen. Want volgens mij was iedereen uit mijn klas dus al ongesteld, behalve ik. Totdat we een keer een slaapfeestje hadden met dezezelfde vriendinnen. En precies op dat moment, je raadt het al, word ik ongesteld. Dus ik moest dus naar haar moeder toe gaan en vertellen dat het de eerste keer was. Want ik was helemaal doorgelekt en ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Hoe moest je zo'n maandverband in je onderbroek leggen? Ik moest het wel gaan vragen aan die moeder. Gelukkig heeft hij wel voor de rest van de vriendinnenclub het een beetje verzwegen dat het voor het eerst was. En de volgende dag toen ik weer thuis was, heb ik een pak maandverband gekocht en voelde ik me vet, cool, was ik gewoon een echte vrouw. Toen begon ik me te realiseren dat het eigenlijk helemaal niet cool is, want het doet gewoon freaking veel pijn. Dat ik gewoon echt 3 dagen lang ziek ervan was. Toen ben ik op een gegeven moment aan de pil gegaan, dat heb ik 9 jaar gedaan, totdat ik zwanger was van Yola. Toen ben ik natuurlijk van de pil afgegaan, omdat ik zwanger wilde worden. Daarna ben ik nooit meer teruggegaan aan de pil. Toen was ik oud en wijs genoeg om een spiraal te nemen. En die heb ik altijd met heel veel plezier wil ik niet zeggen, maar heb ik altijd heel erg fijn gevonden. Want met een Mirena spiraal word je niet ongesteld. Althans, ik werd niet meer ongesteld. Op een gegeven moment wist ik ook niet meer wat het was om ongesteld te zijn. En dat is voor mij echt heel erg fijn. Want nu dat ik wel weer ongesteld ben, ik moet dus nu nog weer die spiraal even laten zetten. I know, ik ben alweer een half jaar na de bevalling verder, maar ik heb het nog niet gedaan. Maar goed, dat even terzijde. Ik ben heel, heel, heel erg blij geweest daarmee. Want ik heb niet alleen maar veel pijn tijdens ongesteld zijn. Ik ben ook echt mega, mega chagrijnig. Ja, geef me maar. Mijn chocola. Hallo. Wat doe jij gek, hè? Ik ga al weg, hoor. Oké. Laat ik dan ook maar meteen antwoord geven op de andere vraag over wanneer ik weer voor het eerst seks heb gehad na de bevalling. Ja, je hoort wel eens van die verhalen van na 6 weken kan het weer en wow, het is weer helemaal back to life en zo. Nou, echt, dat durfde ik niet, hè. We hebben super lang gewacht. Echt super, 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 super lang. Dus geen 6 weken, geen 8, geen 10. Nee, gewoon 4 maanden. Eerlijk is eerlijk. 4 maanden. Nou ja, en toen ging het eigenlijk wel weer goed. We zijn gewoon weer helemaal keihard op dreef. Maar ja, vaak ben ik wel moe en zo. Maar ja, dat was ik altijd al. Ik heb me laten vertellen dat het niet echt heel erg anders is of anders voelt. En ja, dat vond ik wel eerlijk gezegd een beetje eng die eerste keer. Want daar was ik wel bang voor. Maar ja, I don't know. Voor mij voelt het in ieder geval gewoon nog helemaal hetzelfde. Ik vind het echt wonderbaarlijk dat er een baby uit kan komen. En dat je gewoon een aantal maanden later van onderen daar weer gewoon alles normaal is. Het is bizar. Maar ik denk serieus dat er wel heel veel stelletjes zijn die na het krijgen van een baby echt
super lang wachten. Serieus? Na 6 weken? Man, denk wil je toch helemaal niet aan denken met zo'n huilende baby nog de hele tijd naast je. Oké, wat hadden we nog meer voor verhalen? Ik wil eigenlijk wat meer hele verhalen of zo, issues. Dingen waar mensen mee zitten. Laat me meedenken. Die's denkt. Hoe denk ik erover wanneer twee mensen van hetzelfde geslacht op elkaar vallen? Oftewel, gays. Ik ben zelf een soort van half biseksueel, al dan, ik weet niet of dat nog steeds zo is of dat ik dat ben geweest. In ieder geval zijn er veel vrouwen geweest in mijn leven. Alleen, ik ben er wel achter gekomen dat ik er niet, ik kan er geen relatie mee hebben. Want, hoe leg ik dat uit? Oké, let op. Dit is een vrouw in de emotie. De hele dag door. Up and down. Vrolijk down. La la la. En dit is een man. Af en toe wel een beetje schommelen. Maar over het algemeen toch wel heel stabiel in hoe die is en zo. En een vrouw, die kan daar lekker zo la 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 op bouncen. Ik voel me zo. En die man die is gewoon een soort van stabiele factor in mijn gevoel daaronder. En als je dus twee vrouwen hebt samen in één huis, in een relatie, gaat het... dan ben ik vrolijk, maar ik ben niet. Dus nu is het niet leuk. En nu maak jij mij weer down. Dus zijn we allebei down. Dat zo ervaarde ik dat in ieder geval. Dus nee, het was niet voor mij weggelegd. Ik besloot dat ik niet verliefd kon worden op vrouwen. Want ik word ook niet snel verliefd, dus... I don't know wat ik nou precies ben, maar ik ben op Bart. We wanna take it back. They can't compete with that. En ik vind dat iedereen gewoon kan verliefd worden of houden van of in een relatie kan zitten of wat dan ook. Of het nou een man of een vrouw is. Het kan allemaal. Je kunt namelijk gewoon verliefd worden op een persoon. Dat kan. Alleen ja, qua hormonen, testosteron, verhoudingen enzovoort. Denk ik wel dat het meer klopt. Wanneer je gewoon in mijn situatie met een man en een vrouw bent. Maar misschien dat het andere wel lukt. Of misschien dat iemand anders van binnen meer gewoon een man of een vrouw is. En dat het daardoor meer lukt. Kan ook. Wat doe ik als eerste in de ochtend? Koffie drinken. Sowieso, altijd. Hoe denk ik over vreemd gaan? Nou, ik heb al vaak genoeg tegen Boy gezegd, als je vreemd gaat, dan is het gewoon klaar. Ik heb wel de volle vertrouwen in hem nu. Heb ik niet altijd gehad hoor. In het begin echt niet. Vreemd gaan zou voor mij nu dat we echt zo'n happy gezin hebben. En Jax en Yola. Zou in ieder geval niet echt per se meteen, denk ik, een reden voor me zijn om het uit te maken. Sst, niet zeggen. Kolven op het werk. Borstvoeding na een maand of 4. Nu is het toch wel klaar, zeggen ze. Echt? Zeggen ze dat? Nu is het toch wel klaar? Nou, zeg, het is juist vanaf 4 maanden is het gewoon super makkelijk. Het gaat gewoon ook veel sneller dan in het begin. Dus je haalt die borst er even uit en dan pop, 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 klaar. Nou, dat zou ik echt niet willen missen. Dat bepaal je zelf wel of het klaar is. En het is het gezondste voor je kindje. Sowieso tot een half jaar. En daarna moet je gewoon ook lekker extra blijven geven zolang het lukt. Het is ook gewoon heel gezellig en fijn. Ja, iedereen moet het natuurlijk zelf weten, dat wel. Maar is toch wel klaar zeggen. Waar en wanneer sprak jij je kinderwens uit aan Bart? Hoezo denken jullie dat ik dat was? Dat was Bart namelijk. Toen wij een relatie met elkaar kregen, had Bart natuurlijk, net zoals heel veel mannen, last van een soort van bindingsangst of zo. Nou, anyway, ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd, nu is het klaar. Nu moet je gewoon echt kiezen voor mij of niet. We gaan gewoon door in de relatie of niet. En toen kwam zomaar ineens de vraag. Ja, maar als wij dan verder gaan in de relatie, hoe sta jij dan tegenover kinderen? Want ik had natuurlijk Yola al. En hij wist hoe blij ik was met Yola. Ik heb altijd geroepen, ja, ik heb in ieder geval al een kind. Dus eigenlijk hoeft een man voor mij niet echt. Dus hij was natuurlijk bang dat ik zou zeggen van, nou, het is wel goed zo met Jol. En hij wilde heel graag nog eentje erbij. Dus hij heeft dat toen al uitgesproken. 5 jaar geleden precies, toen wij een relatie met elkaar kregen. En toen hebben we ook gezegd, nou ja, over een jaartje of 3, 4, 5 of zo. Dan, als het dan nog heel goed gaat tussen ons, dan gaan we ervoor. En voilà! Hij is er! Nou, volgens mij heb ik zo alweer een paar leuke vragen behandeld. Hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken naar deze Dies Deelt video. Oké, en niet vergeet te abonneren. Doei! Rock that joint.